Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag een video weer wat live Call of the Ghost. En vandaag is het live op alle game modes, deel 5. En het is vandaag op de game mode Kill Confirmed. En ik denk niet echt dat ik dat voor jullie uit te leggen, want de game mode is vrij basic. En iedereen kent het eigenlijk wel. En we gaan met de Honey Badger spelen. En er is iets aan dit wapen, maar het doet me altijd denken aan een wapen uit Call of the Black Ops 2. En volgens mij was dat de Peacekeeper. Ik weet niet waarom. Misschien lijken ze op elkaar, maar iets doet me aan dat wapen denken. En ja, in ieder geval, we gaan met dit ding spelen, gewoon omdat ik het wil. Even kijken, waar gaan we heen? We gaan gewoon rechtstreeks naar de enemies toe, maar maakt het mij uit, jongen. We gaan ze gewoon challengen. Ik heb eigenlijk best wel stomme killstreaks gekozen voor deze game, of niet? Niet heel slim. Oh, hallo. Wat een leuke verrassing. Oh shit, daar liggen enemies. Dat was niet zo slim. Dit wapen is... Ik weet niet waarom, het is een assault rifle, maar hij is gewoon slecht op afstand. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Een assault rifle die slecht is op afstand. Maakt gewoon een submachine gun. Sowieso het feit. Een silenced assault rifle. Standaard. Dat is niet logisch, want als je ergens een silencer op duwt, heeft het geen range. En als het geen range heeft, kun je net zo'n submachine gun van maken. Maar ja, dat zal aan mij liggen. Hey, hallo. Ik zal hem knife in. Nee, fuck it. Ik schiet hem af. Team zit hier beneden. Nou, dat heeft geen zin. Waarom heb ik dit wapen gekozen eigenlijk? Ik kan niet eens naar de overkant van de map schieten. We lopen gewoon maar even terug. We gaan gewoon even voor onze streakjes spelen. Gewoon constant op en neer rennen. Safe. Nou, dat was niet echt safe, hè. Ik spring hier gewoon door een raam heen. Had ik een dubbelkill? Nee, ik had eentje. Helaas. Nou, in ieder geval, ja, ik denk ik ga deze serie wel gewoon afmaken. Want ik heb een paar dagen niet geüpload. Maar het is gewoon een simpel serietje. Eigenlijk bedoeld voor de eerste week. Maar omdat ik gewoon niet meer kan uploaden per dag, heb ik dat toen niet gedaan. En uiteindelijk is het weer blijven zitten. Heb ik weer niet iedere dag geüpload. Bladibladibla. Ellende, ellende, ellende. Allemaal mijn fout. Blame me. Maar, hey. Mooie kill. Nee, maar ja, jullie snappen het wel. We gaan het proberen af te maken. Die teammate ziet hem ook gewoon niet. Hij schiet hem ook niet af. Nou wel, uiteindelijk. Of nee, hij is nog niet dood. Dit ding even breachen. Tifar! Okay. Ik weet niet of dat echt heel veel zin heeft. Oh shit, dat was close, dat was close, dat was close. Snel achter koffer. Nee, nee, nee. Oh shit, die had ik echt niet aan zien komen dat ik die had. Die had ik echt niet aan zien komen. Dat had ik nooit geloofd dat ik die zou krijgen. 8-0. We spelen in een clan. En ook niet de minste, volgens mij. Of in ieder geval redelijk hoge levels. En oppassen hier. Ik heb spijt dat ik de dingen heb gebreached. Echt, daar heb ik echt spijt van. Ik durf niet naar beneden te springen omdat ik nog één kill moet. Even wachten, want kijk op de kaart. Het is, zoals jullie weten, kill confirmed. En de kill confirmed spawns zijn super random. Ik wacht even dat die teammate hierin loopt. Goed zo. Dan weet ik, of in ieder geval de kans is dan groot dat het vrij veilig is. Ziet ze ook allebei wel zitten. En het is helemaal niet veilig. Wat zeg ik? Teammate is dood. Ik kijk één keer niet naar mijn team. Maar maakt niet uit. We hebben in ieder geval een belangrijkste streak. Die laatste die hoef ik eigenlijk toch niet. Dat was ook iets wat ik eigenlijk per ongeluk had ingesteld, denk ik. Want het was niet de bedoeling om hem te gebruiken. Maar we gaan mijn Maniac pakken. Het is Maniac time. Dus die gooien we vier neer. Ik hoop dat hij safe is, hoop ik. Hoop ik echt, want als hij daar ook weg is, dan voel ik hem echt fucked. Ik neem aan dat ze daar naar zitten. Snel die Maniac pakken. Gotcha. Daar ben ik altijd bang voor bij die shit, jongen. Ik heb altijd idee dat ze net even dat ding gaan jatten bij mij. Dat moet mij gewoon overkomen, dat ze dat ding jatten. En is iedereen hier dood? Ik denk niet, zo te zien. Ik dacht eigenlijk van wel, maar mijn teammate die liep hieronder, niet hierboven. En dat is ooit de fout die je maakt. Dan denk je, ah, oh, het is veilig. Maar dan loopt je teammate juist bijvoorbeeld onder in plaats van boven of andersom. Het is gewoon hetzelfde principe. En weet je wat ik ga doen? Ik loop expres zo, zodat die kerel misschien niet verwacht. Oh nee, dat is leuk. Nou ja, we gaan gewoon omhoog. Ik weet niet of hij nou daar ligt of niet. Ah, hij is gewoon al weg. Hij is gewoon gevlucht. En ik wist dat hij hier boven iemand zat. En ik liep die kant op. Ik denk, hij zal die ene kant wel in de gaten houden. Ook lekker te volgen, hè. Die ene daar, die dat, zoiets. Lekker duidelijk. Goeie call-out. Nou, het zijn hier call-out. Nee, op zich, deze game mode is niet echt mijn favoriet. Het is gewoon omdat je niet echt weet waar je heen moet. En ja, het is gewoon, de mappen zijn vrij groot. Als je Domination speelt, dan is het bijvoorbeeld... oh shit, eerst even hem killen, als dat lukt. Oh shit. Ik ga gewoon even omhoog, fuck it. In ieder geval, het is zo bij Domination, de meeste mensen zitten rond B. Dus als je echt mensen wil vinden, dan ga je naar B toe en dan vind je al iemand. En ik heb Throwing Knife, hè. Ik was helemaal, oh shit. Nou, dus de eerste keer dat ik een Throwing Knife gooi met een Juggernaut, dat zag je ook wel. Val ik je dood trouwens, ik ga even voorzichtig doen, anders val ik daar ook echt dood. Ah, jezus, ik ga naar beneden.
Oké, dan fuck it. Ik val wel dood. We gaan daarheen. Maar waar ik het dus over had is, bij Domination is zo, als je naar beter gaat, dan vind je eigenlijk altijd wel enemies. En deze maps zijn vrij groot. En als je hier dus echt moet gaan zoeken voor de enemies, dat is gewoon super irritant en saai. Dus daarom speel ik liever Domination. Wat je dan wel echt mensen kan vinden als je het echt per se wilt. En dat ding moeten we kapot zien te maken. Op een of andere wonderlijke manier. Misschien met een throwing knife. Als dat lukt, hè. Oh, hij ligt hier buiten. Nou. Dat weet ik ook niet. Daar zit sowieso iemand bij te campen. Anders kan dat er nooit. Anders zou je nooit zoveel shit bij elkaar flikkeren. Ah, hij gaat niet kapot van een throwing knife. Ik heb wel kapot. Knife, maar throwing knife. Nee hoor. Hier zat iemand onder mij. Nee, jongen, dat is een meter. Ja, hij had mij gedamaged waarschijnlijk en ik viel dood en hij krijgt de kill. Ja, dat maakt niet uit dat ik dood ben, maar what the fuck, man. Dat was een meter. Ik heb een juggernaut shoot en ik breek mijn been omdat ik een meter naar beneden spring. God logic. Nou ja, we gaan even naar boven. Ik denk wel dat hij rechts zit en daar, hier stond ook ergens die IMS en die UV shit of hoe dat ding ook heet. Oh shit, aan de overkant. Ja, ik lag achter koffer. Ja, lag achter koffer. Hij kon me niet zien. Waarschijnlijk zag je mijn rugzak, schoot hij in mijn rugzak en killt hij mij. Ja. Leuk. Wat voor classes eigenlijk, hè, wat mensen gebruiken. En dan weet je gewoon dat die mensen braindead zijn en die kills niet verdienen. Maar ja, ze krijgen ze wel en ik niet. En ik krijg een team waar allemaal negatief staat. En de score is nog gelijk. Dus ik moet echt alles compenseren. Leuk. Leuk. De toekomst. Ik ben de toekomst volgens mij van mijn team in ieder geval. Wat? Ik weet, ballistic vestjes zijn goed, maar what the fuck? Was dat ballistic vest? Oh shit. Ja, dat kan ik niet doen, jongens. Hoeveel enemies zitten hier? En hij spawnt hier ook in mijn lime machine gun. Ik durf eigenlijk nog te weten dat het niet is eende. Ik had eigenlijk liefst nog die killcam willen zien ook, maar ja. Ik klik die ding automatisch weg eigenlijk. Dat is een beetje automatisme. Dat toch altijd onzin is. Nou, dat was ook die noob dus, met die vage gun. Hierboven zit iemand teammate. Ben jij stom? Ja, jij bent stom. Moetjes, ja, ik wil het niet eens zien. Echt, die teammates die snappen het niet. Er staat iemand in de lucht te schieten, je ziet het op de UV en iedereen loopt gewoon weg. En ik wil teruglopen, maar ja, iedereen blokt mij en we gaan allebei dood. Echt, bye bye KD. Echt, jongen, jongen. Ik word meer genaaid door mijn eigen team dan door de enemies volgens mij. Ik ben nou 5 keer dood gegaan, waarvan 1 keer doodgevallen. 1 keer omdat die teammates gewoon niks snap. En die andere 2, dat weet ik niet. Je zal ook wel onzin zijn geweest. Ik weet niet eens waar de enemies nou zijn. Ik denk toch hier. Als je kijkt naar de UV. Of naar de UV, naar de minimap. Is hier niemand te vinden. En als er niemand te vinden is, dan zijn de enemies er meestal. Dat is eigenlijk bij Domination wel een beetje de trick. Als je kijkt, vandaar zijn bijvoorbeeld bij A en B zijn enemies. Of bij teammates bedoel ik. Dan spannen de enemies bij C bijvoorbeeld. Hallo. Ah shit, denk, heb ik bijna mijn killstreak. Kijk ik en dan zie ik dat ik maar 1 streepje heb. Dat is echt baal. Dat is echt een tegenvallen, joh. Dat scheelt ook niet heel gek veel. Ja, die wapen is gewoon goed, maar het is echt geen assault rifle. Dat blijf ik zeggen en dat vind ik ook echt. Ik vind het echt geen assault rifle. Zal er iemand mij opwachten? Niet opwachten, maar er kwam iemand aan. Ik denk dat ze erboven zijn. Ik pak toch die tag omdat ik wel wil winnen. Moet ik wel snel zijn. Ik denk dat ze me terugkomen. Oh shit. Ja, ik kan niet sliden. Soms doet hij dat bij mij niet. Dat is leuk, man. Dan wil je snel weg, hè. En dan ga je ineens stilstaan. Nou, die tag die laat ik iemand anders pakken. Kijk of hier boven nog wel mensen liggen. Yep, hier zit inderdaad nog iemand. Serieus, Rock Lounger? Of wat, was dat zo'n killstreak? Voor mij is dat een killstreak, hè. Ik heb die nog nooit gehad. Even serieus. Eigenlijk moet hij wel een keertje zien te krijgen. Maar volgens mij kon hij niet zomaar pakken, toch? Ik weet het allemaal niet. En er zit hem onder mij. Nou is dit misschien een heel stomme actie. Scheelt weinig. Ik viel ook nog half dood, hè. Dus als iemand dan één kogel raak schiet, dan ben je gelijk kapot. Nou, we winnen dit in ieder geval wel. Lijkt het op. Nou ja, laat maar. Ik zeg niks meer. Hoe wint hij dit? Want hij heeft maar echt iedere keer. Hij hipfight alleen maar. En die zag die team het wegrennen, man. Oh shit, een enemy. Zo ging dat, what the fuck. 26-6, nou het is live, dus ik heb dat niet echt in de hand. En we spelen in een clan, dat moet je wel onthouden natuurlijk. Het is niet dat we tegen average noobs spelen. Misschien zijn het al noobs, maar dan zijn het in ieder geval vrienden van elkaar. En dan is het nog kut om tegen te spelen. Dan zullen ze toch nog een klein beetje samen spelen.
Samen spelen, samen delen. Kijk, zie ik nu even enemies campen, want ik zag net dat we wegrennen, maar... Nou, die laten zich ook weer niet zien. Dat is wel leuk, hè? Je weet dat er iemand is, maar ik kom niet tevoorschijn. Echt zo, zo, zo irritant. En ik denk dat ze eigenlijk op mijn rug komen, daarom. Oh, dat was close. Weet je wel, ik ga hier naar beneden. Mijn neus jukt weer. Jezus. Oké. Okay. We gaan deze kant op. We hebben bijna dood. Werd ik de keer weer tegenkom met zijn Vector. Oh, dat was een close call. 26-6 op... was ook een kill confirmed. Het is niet echt mijn game mode. Maar ja, jongens. Kijk mijn team. 8-21. Oké, okay, dat was wel een van de slechtste. De rest valt nog wel mee. Ze staan allemaal wel... Niet allemaal negatief. 25-20 positief. En 18-17 positief. De rest staat negatief. Die 1-8 om 21 doet het hem wel. En ik speel het in een clan met allemaal... Nou, op zich over het algemeen... Ja... Nou, ik wil zeggen hoge prestities, maar dat is niet echt. Er is eentje is hoge prestities, derde prestities. Ik ben tweede. Maar die van komt je leuk vond. Als je leuk vond, laat een like achter. En dan zie ik jullie waarschijnlijk bij mijn volgende video weer. Dus tot dan en houden we.